wandelvoetbal, dus walking in het Engels, is een toernooi in Bristol. Daar zijn we voor uitgenodigd als Nederlands team. Dat is al 6 jaar, dat toernooi. En het wandelvoetbal komt helemaal in Nederland. Alle grote clubs doen al mee. Dus ik denk heel belangrijk het bewegen. Ja, het is wat nattig allemaal, maar op zich vermaken we ons prima. Ik voetbal nog, train 2 keer in de week. Ik voetbal ook nog 7-7 in Heinau. En dan walking voetbal in Enschede. Ik voetbal nog vaak en ik train ook nog steeds met in de jeugd. Dus wat dat er gaat. En bij de Old Stars natuurlijk van ADO Den Haag ben ik bezig. Dus wat dat er gaat, ja, ik ben lekker bezig. Ja, het is fantastisch voor die mensen die dus boven de 50, 60 jaar zijn, zeg maar, dat die lekker bezig zijn. En of het nou fietsen, zwemmen of voetbal is, je moet in beweging zijn. En het gaat tenslotte om bewegen en meedoen. Hè? En daar is het eigenlijk voor opgezet, het walking voetbal. En het is in de loop der jaren lekker gegroeid. En nou, dat is alleen maar positief. Dus wat dat gaat, ja, ik ben zeer tevreden. Ik vind het alleen jammer dat het niet in Rio de Janeiro wordt gehouden. Dat ik veel liever had als in Bristol, bij wijze van spreken. Maar goed, het is maar afwachten of je geselecteerd wordt. En de beste gaan gewoon mee en klaar uit. En voor de rest gewoon een gezellige dag maken. Hè? En lol hebben met elkaar. En we komen elkaar regelmatig tegen op toernooien. Dus wat er gaat, is het oude jongens krentenbrood. Als je vroeger was, bewegen. Ik voel me nog steeds prima. Dus. Kan je voorstellen dat er ooit een dag komt dat het niet meer gaat? Ja, dat zal heus gebeuren. Ik hoop dat het nog 20 jaar wegblijft.